De Oosterpoort moet vernieuwd. Dat was de boodschap van de commissie Onderwijs en Welzijn aan de gemeenteraad gisteravond. Wietse Spoelstra van de VVD vindt een nieuw pand noodzakelijk, omdat de huidige Oosterpoort niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. De afgelopen jaren hebben wij onderzoek laten verrichten over de huidige staat van dit pand. En het is natuurlijk een prachtig pand, heeft echt een hele legende al met zich meegemaakt. Maar ja, het onderhoud is achterstallig, kost een hoop geld de komende jaren. En daarom hebben wij besloten als raad om te kijken naar een nieuwe locatie met een volledige nieuwbouw en een nieuwe indeling van het pand. Hoe dit pand er moet komen is nog niet helemaal duidelijk. Een plan is er wel, met grotere zalen en een nieuwe locatie. Want renoveren, dat zit er volgens de VVD in elk geval niet in. Er zijn inderdaad een aantal fracties die gisteren ook hebben aangegeven dat renoveren zeker een optie is. Daarvan hebben een aantal fracties, waaronder die van de VVD, wel aangegeven dat ondanks het renoveren er structurele problemen blijven. Zoals bijvoorbeeld de toevoer en afvoer van producties die hier naartoe komen. En dat los je niet zomaar op met de renovatie. En dan zal er veel meer geld nodig zijn. Waardoor er maar de vraag is in hoeverre het dan echt nog uit kan. Hoe kijkt de VVD hier tegenaan? Wij staan op dit moment nog neutraal in. Voor ons is vooral van belang dat er genoeg financiële middelen zijn om dit te realiseren. Dat betekent voor ons in ieder geval dus ook dat de gemeente niet de enige is die mee betaalt. En daarom heb ik gisteren ook de wethouder specifiek gevraagd naar het zoeken naar externe investeerders. De VVD en de ChristenUnie hebben in elk geval vast nagedacht over investeerders en een passende naam voor deze nieuwe, grotere Oosterpoort. Ik had gisteren in mijn woordvoering bijvoorbeeld al gezegd, het casino zoekt nog een plek in Groningen. Maar na een kleine wisseling op de app met mijn collega van de ChristenUnie kwamen wij tot de Hooghout Music Hall. Het is typisch Groningen, dus dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Voor meer informatie over de nieuwe Oosterpoort moeten we nog wel even geduld hebben. We gaan nu het volgende proces in, dat we straks daadwerkelijk een afweging kunnen maken. Hoe staan we ervoor? Wat gaat het mogelijk kosten? Ik gok dat het in ieder geval nog een goed half jaar zal gaan duren voordat eigenlijk de eerste resultaten naar buiten komen. En ik sluit niet uit dat het mogelijk nog langer duurt, want dit is niet iets wat je overhaast wil besluiten.